Ja, partijgenoten, nu wij hier zo staan, zag ik ook net nog een fotootje langskomen van de PVV-demonstratie. En weet ik precies weer waarom het zo belangrijk is dat we met elkaar vechten voor dit land. Want daar hebben ze weer allemaal van die vragen, oranje, blanje, bleu, noem je dat, geloof ik. Die toch voor een heel ander Nederland staan als ons land. En wij zullen dag en dag uit vechten voor ons land. Voor een land wat pluriform is, waar iedereen zich thuis voelt. En niet voor het land van de PVV. Maar voor dat land. Hey, ik sta hier ook om twee dingen te zeggen over de verantwoording voor het afgelopen jaar. Het lijkt nog maar zo kort geleden eigenlijk, maar minder dan een jaar geleden zit het kabinet er nog maar. Dat is echt onvoorstelbaar kort. En toch zie ik, met alle moeilijkheden die er zijn, dat ik trots kan zijn op wat het kabinet presteert. Ik noem een aantal dingen. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we altijd zullen werken vanuit onze idealen, sociale rechtvaardigheid. Dat zit in ons bloed. Wij willen ons niet neerleggen bij de wereld hoe die nu is, maar we willen hem veranderen. We hebben met elkaar in het congres bij dit voorjaar van waarden vastgesteld. Daarin wilden we een wereld waarin de doorgeslagen flexibilisering wordt gestopt. En wie presenteert een wetsvoorstel? Dat is onze minister Lodewijk Asscher. Die precies dat doet wat wij al zoveel jaren willen. Wij willen dat de publieke sector weer teruggegeven wordt. Dat de zorg er weer is voor de patiënt en het onderwijs er weer is voor de kinderen. En wat gebeurt er? Onze minister vanuit het kabinet komt met de begrenzing van de topsalaris om zo een volgende Mea Vita, Amarantus en Vestia te voorkomen en te zorgen dat die publieke sector weer teruggegeven aan de mensen die daarvan zijn. En die liefde hebben voor die publieke sector, zodat die kinderen weer het beste onderwijs gaan krijgen. Zodat die zorg weer echt goed is voor die patiënt. In plaats van dat er allerlei heren voor het snelle geld, snel geld denken te verdienen en het helemaal uitbenen. Dat presteren wij in dit kabinet. Wij presteren in dit kabinet dat er eindelijk weer in de financiële sector, zeg maar, daar wordt ingegrepen. Jeroen Dijsselbloem is met het wetsvoorstel gekomen om tuchtrecht daar te introduceren, om de bonussen te begrenzen. Er is veel om trots op te zijn, ook van dit kabinet. En ik wil dat ook vertellen, omdat ik ook natuurlijk partijgenoten tegenkom die soms twijfel hebben. En nogmaals, ik heb ook wel eens twijfelen. Ik zit 25 jaar bij deze partij, ietsje langer nu ondertussen. En ik heb ook best wel eens wat meegemaakt waarvan ik dacht, oeps, lastig, ingewikkeld. Maar dat hoort ook bij een partij die verantwoordelijkheid neemt. En dat doen wij. Dag in, dag uit proberen we vanaf de oprichting 120 jaar geleden, en deze stad is daar niet zomaar een stad in geweest, vanaf de oprichting 120 jaar geleden proberen we verantwoordelijkheid te nemen. Waarom? Omdat onze idealen, de wereld van waarde, zal niet dichterbij komen als we alleen maar aan de kant staan. Ik heb dat zelf ook een aantal jaren gestaan vanuit de oppositie en iedereen vond mij lief en aardig, maar ik bereikte natuurlijk helemaal niks. En nu bereiken we wel wat. We maken verschil voor mensen. Dag in dag uit. Er zitten ook moeilijke besluiten bij. En ik snap de worsteling die ook vandaag weer zal plaatsvinden. En dat is ook goed dat we daarover het gesprek hebben. Maar laten we ook niet vergeten wat we wel bereiken in dit kabinet. Want daar mogen we ook net zo zelfbewust over zijn, dan dat we soms zelf met z'n allen de vinger op de zere plek leggen waar het moeilijk is. Want die is er ook. Maar het is er allebei. Dan vanuit het partijbestuur, we hebben natuurlijk ook verantwoording af te leggen naar u. Zo hebben we dat afgesproken met elkaar over de afgelopen politieke ledenraad. Zometeen zal dat meer aan bod komen nog bij de behandeling van de moties. Maar er ligt bijvoorbeeld een motie asiel, er lag een motie Terphuis. En wij als partijbestuur doen ons werk, wij gaan daarmee door. We hebben gezien dat de brief er ligt van Teven, uit het kabinet. Dat is voor ons een begin. Wij zijn echt heel blij, en ik kan dat ook echt zeggen, met de vermindering van de vreemdelingenbewaring. Dat was echt veel meer dan dat het in de toekomst zal zijn. En ik had zelf, toen wij zaten in het kabinet met CDA, ChristenUnie en PvdA, niet durven dromen dat we de vreemdelingenbewaring wat dat betreft zouden halveren. Maar zijn we er dan? Nee, we zijn er niet. En we zullen dus doorgaan als partij. En de fractie zal doorgaan, maar ook wij als partij zullen doorgaan. Wij zijn bezig met die werkgroep die een advies zal geven aan de fractie over de strafbaarstelling. En dat zal zeker voordat dat de wetsbehandeling plaatsvindt, zal worden afgegeven. En ik ben bezig met Sander Terphuis, indienen toen van de motie om het netwerk asiel op te richten binnen onze partij, zodat het geborgd is in onze partij. Dus dat soort acties ondernemen we. Er zijn ook heel veel zaken die op congressen zijn genoemd, daar hoef ik me nu niet te verantwoorden, maar jullie hebben allemaal vast ook gezien dat schaliegas, dat daar dus geen sprake van proefboringen zal zijn. En ook dat is winst. Wij maken met elkaar als ledenpartijen het verschil. Laten we ook daarbij stilstaan. Vandaag, ik kom nu uit Haarlem, daar ben ik vanochtend geweest en daar heb ik de eer gehad om weer een ombudsteam te openen.
Want dat is ook onze partij. Onze partij is niet alleen in het kabinet actief, maar overal ook lokaal actief. En ook daar wordt door ons het verschil gemaakt. Haarlem die richt er een ombudsteam op, doen goed werk in de gemeenteraad, maken initiatieven tot bloei die de meeste andere politieke partijen daar helemaal niet willen. Dat zijn initiatieven van mensen zelf. Dat is waardevol. En overal worden op dit moment ombudsteams opgericht. Ik ben afgelopen weken in Hoge Zand geweest, in Zoetermeer geweest. En binnenkort ga ik naar Amsterdam-Zuidoost, waar ze ook zo'n ombudsteam oprichten. Juist omdat wij als Partij van de Arbeid altijd willen zien dat de mensen die dingen beslissen, die kunnen soms van zichzelf denken dat ze geniaal zijn, of ze nou minister zijn, of wethouder zijn. Maar wij blijven kritisch kijken naar hoe werkt het uit in de praktijk. Zo moeten wij als partij functioneren. We gaan door met werken, met denken, met doen als Partij van de Arbeid en we zullen elkaar vaak spreken. Maar nu is ook de inzet gericht, na vandaag, we hebben deze debatten met elkaar, help alsjeblieft zeg maar, elkaar in de gemeenteraadscampagne. Want die gemeenteraadscampagne komt eraan. En als ik iets ook deze bijeenkomst wil benadrukken, is dat die gemeenteraadscampagne voor ons van groot belang is. En dan heb ik het niet over electoraal of over hoe gevoelig ligt het als je wat minder zetels hebt. Het zit me niks. Maar wat me wel interesseert, is dat ik mij bewust ben van wat er naar die gemeentes toekomt. Bijna een verdubbeling van het budget. Alles over de zorg, de sociale zekerheid, het onderwijs, komt in handen van de gemeentes. Dat betekent dus dat het cruciaal is dat wij sterk zijn in die verschillende gemeenteraden. Dat wij daar het voor te zeggen hebben, voor de mensen van al die plaatsen en al die gemeentes. En ik heb veel vertrouwen in onze gemeentebestuurders, maar we gaan ze met elkaar een handje helpen om sterk uit te pakken in de campagne. En ik hoop dat jullie met elkaar en met mij campagne gaan voeren om een hele succesvolle campagne te gaan voeren. Want het gaat ergens om. Twee voorbeelden. Wethouder in Amsterdam van de VVD zegt, als ik de grootste word, schaf ik de helft van de sociale woningbouw af. Dat is waar die campagne over gaat. Hoge Zand, Sappemeer, ben ik ook geweest. Daar zegt meerdere politieke partijen over het zwembad, het laatste zwembad in de buurt. Wij schaffen het af. Als Partij van de Arbeid vechten we ervoor om dat juist niet te doen, om andere keuzes te maken. Om iedere keer de mensen in beeld te houden en juist die sociale verbintenis tussen mensen belangrijk te maken en die voorzieningen die ervoor zijn in stand te houden. Daar gaan de lokale verkiezingen om. Bieden we die zekerheid aan mensen? Dat kunnen we doen, maar alleen maar als we groot zijn en daar gaan we met z'n allen voor vechten. Veel plezier in het debat. Daar wil ik ook trouwens nog één ding over zeggen, anders vergeet ik dat helemaal. Vanmiddag vinden natuurlijk volop debatten plaats en dat is een goede zaak. Zo hoort het in onze partij. Ik word natuurlijk heel vaak bevraagd door de media, ben je daar niet zenuwachtig over of maak je er nerveus om? Nee, dat hoort bij onze partij. Wij zijn een debat- en discussiepartij en we hebben allemaal opvattingen. Zo is het altijd geweest en dat zag ik al vanaf de geschriften, nou, van het begin van de ontstaansgeschiedenis van de SDAP zelfs al. En dat gaat soms hard tegen hard. Ik wil er één ding over zeggen, ook over het vliegtuig zelf. En ik snap ook alle emoties hierover, want er zijn heel veel mensen die hebben natuurlijk heel langdurig verzet gepleegd tegen dit vliegtuig. Tegen deze opvolger van F-16. En nogmaals, ik heb geen voorkeur, ik laat eerst het debat ook hier in de zaal gaan. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat het altijd wel belangrijk is geweest voor de Partij van de Arbeid om mee te doen met internationale missies. En daarom hebben we in ons verkiezingsprogramma wel gezegd, ja, daar is een vliegtuig voor nodig. Omdat je die troepen, die mensen die daar voor ons het werk doen, niet in de steek kan laten. Dus heb je een luchtmacht nodig. En dan is het de keuze, wat is het beste vliegtuig? En daar zal ook het debat vanmiddag over gaan. Dus dat vind ik wel, dat ik daar nog moet over zeggen. Dat iedereen, en dat hoop ik ook echt grondig, ook nadenkt zeg maar, over en ons standpunt van ons verkiezingsprogramma. En de emoties die er zijn, die troepen die zich ooit in de steek gelaten hebben gevoeld door ons. Maar ook nog eens de emotie van jullie allemaal, die ik heel goed begrijp. Dat we allemaal met een knoop in de maag natuurlijk 10 jaar lang hebben geprotesteerd tegen de JSF. Terwijl we misschien ooit het besluit wel gaan nemen dan om aanschaffen. Maar daar zal vanmiddag het debat over gaan. Ik wens jullie allemaal heel veel succes in de debatten. En heel veel plezier. Want dat hoort er ook bij. Bij de Partij van de Arbeid. APPLAUS